dit stoplicht een konijn is, maar ik ben in de stad van misschien wel de bekendste schrijver en tekenaar van Nederland. De man achter Nijntje. En dan heb ik het natuurlijk over Dick Bruna. Dick Bruna maakte in zijn leven 124 prentenboeken. Allemaal in zijn herkenbare, eenvoudige stijl. Nijntje Pluis natuurlijk en Nina, maar ook Boris Beer, Betje Big en Daan Douwe. Het zijn allemaal figuren die vanuit Bruna's fantasie hun weg vonden naar het papier. Hier in Utrecht werd Dick Bruna geboren in 1927 en in 2017 overleed hij op 89-jarige leeftijd. Hij had hier in Utrecht ook zijn atelier, zijn werkruimte. En dat atelier werd helemaal opnieuw opgebouwd hier in het Centraal Museum. Jolanda is hier conservator. Dat betekent dat ze gaat over de kunstcollectie van Dick Bruna. Zij weet dus echt alles over hem. Jolanda, is dit nou de plek waar hij al die mooie verhalen en tekeningen maakte? Ja, zeker. En dat deed hij een stukje verderop. Dus zullen we daarheen gaan? Ja, graag. Ja. Nou, dit is het belangrijkste deel van het atelier. Dus hier is Dick Bruna's tekenhoek. En daar staat zijn schrijftafel. En hier heeft hij eigenlijk al zijn werk gemaakt. Dick Bruna groeit op met zijn vader, moeder en broertje. Tijdens de Tweede Wereldoorlog duiken ze onder, dus ze verstoppen zich voor de Duitse bezetters. In die tijd kon hij niet naar school, dus hij moet iets bedenken om zich bezig te houden. Dus hij begint met tekenen en schilderen van de natuur die hij om zich heen ziet. En heel snel weet hij eigenlijk al, dit is wat ik wil doen. Na de Tweede Wereldoorlog gaat hij 2 jaar naar Parijs om het vak te leren. En in eerste instantie tekent hij heel realistisch. Dat betekent dat je zo echt mogelijk namaakt wat je ziet. Maar nadat hij het werk van Matisse, Picasso en Léger in musea ontdekt, ziet hij eigenlijk, het kan ook anders. Daarna, in de jaren 50, ontwerpt hij veel boekomslagen en affiches. En zeker de zwarte beertjespockets zijn heel populair. In 1953 verschijnt Bruna's eerste kinderboek De Appel. En 2 jaar later, in 1955, verschijnt Nijntje. Het idee van Nijntje ontstaat als een verhaaltje voor de zoon van Dick Bruna, wanneer ze met het hele gezin op vakantie zijn. En 's avonds dan vertelde ik hem altijd een verhaaltje voordat hij ging slapen. En dan zagen we daar vaak om dat huis heen een konijn. En toen dacht ik, ik zal eens iets over dat konijn vertellen of zoiets. En toen heb ik geprobeerd om dat konijn te tekenen. Het zag er niet uit, maar het was wel erg leuk om het te doen. Zo en zo is het van het een en het ander gekomen. Hé, maar dat is helemaal niet een Nijntje zoals ik hem ken. Nee, dat klopt. Dit is Nijntje 1955. De allereerste eigenlijk? De allereerste Nijntje. Zo, dat is het eerste hoe Nijntje eruit ziet. Wow. Ja, dat klopt. Dus wat je hier ziet, ja, daar is Nijntje eigenlijk wel een beetje een soort lappenpop eigenlijk. Hè? Een beetje zo hangend, scheeve oren bijna. Hangende oren zo. Ja, scheeve oren. En ze kijkt je ook niet aan. Nee. Dick Bruna is echt een kunstenaar, dus die is continu aan het kijken. Nou, kan het niet beter, kan het niet nog eenvoudiger, is het niet anders. Dus hij is continu aan het zoeken naar een betere vorm. Dus die vriend van mij, die veel minder op mij lijkt dan die andere neef, die had dus elke keer de wortelen van die chagrijnige oude beer. Die daar op zijn beurt zo langzamerhand helemaal compleet en volledig gestoord van wordt natuurlijk. Ja, ik lach me gek. Je had die beer op zijn neus moeten zien kijken. Zou het lukken om heel even je waffel dicht te houden? Dag. Huppelt die neef van mij langs dat enorme hol van die ratelslang. Die net terug was uit België omdat hij bij zijn halfzus had gelogeerd. Als jij de hele tijd blijft eten en praten... Dus op een dag komt mijn oom bij diezelfde slager en vraagt... Heeft u ook worteltjestaart? Nou, die slager zag die grap wel van 10 kilometer ver aankomen. Wat zeg ik? Ik ben een heel vriendelijke tekenaar, maar jij maakt mij knettergek. Nee, van 10.000 kilometer ver aankomen. Hij zag hem wel van 100.000 kilometer ver aankomen, om het maar zo te noemen. Sorry, mag ik heel even? Maar die tante was dus al lang op weg met... Sprekend. Toch? Dat is dus gewoon echt super moeilijk. Zo'n Nijntje tekenen, dat lijkt misschien heel makkelijk, maar dat is het echt niet. Als ik nou Nijn moet tekenen, hè? Alleen het gezichtje, zo die 2 oogjes en het kruisje. Je weet niet hoe lang ik daar soms op bezig kan zijn om er net een heel klein beetje ongelukkig te maken. Of er een heel klein beetje vrolijk te maken. Maar zo ben ik natuurlijk ontzettend met dat soort van hele kleine details bezig. Zoals je ook kunt zien dat de vader en moeder van Nijn, die hebben een extra kruisje. Die zijn gewoon ietsje ouder, die hebben een rimpeltje meer. Eerst bedenkt Bruna zijn verhaal in beelden en pas daarna komt er tekst erbij. En hij haalt zijn inspiratie uit de gewone gebeurtenissen, zoals een dagje naar de dierentuin of dromen. Maar soms ook uit moeilijke gebeurtenissen, zoals het overlijden van Nijntjes oma. Zijn boekjes bestonden altijd uit 12 tekeningen, met daarbij altijd 4 regels tekst per pagina, waarvan de tweede en de vierde regel rijmen. Boris de piloot. Ik ben wel Boris Beer hoor, maar speel nu voor piloot. Ik heb een eigen vliegtuig. De kleur ervan is rood. Nou, de kleuren van Dick Bruna die zijn ook heel bijzonder. Nou, hij gebruikt eigenlijk altijd deze 4 kleuren. Dus dat is geel, blauw, rood en groen. Met af en toe daarbij oranje, bruin of grijs. Dick Bruna maakte soms wel 100 tekeningen voordat hij bij de juiste kwam. Het begint meestal vrij ingewikkeld en dan probeer ik alles weg te laten totdat ik echt de eenvoudigste vorm overhoud. En dat vind ik trouwens het allermoeilijkste van het hele vak hoor. De kunst van het weglaten dus, want soms is minder juist meer. Bruna tekende alles met de hand, dus niks met de computer. En als hij de 12 tekeningen had bedacht, dan ging hij ze daarna 1 voor 1 overtrekken op een dik papier met potlood, waardoor er een soort groefje in dat papier ontstond. En daarna ging hij met zwarte verf en een penseel die lijnen invullen. En wat nou echt typisch iets voor Dick Bruna is, dat is die bibber in de lijnen. Kijk. Ja, en hier zie je natuurlijk die bibberlijn heel goed, hè, omdat die uitvergroot is. En dat is eigenlijk de natuurlijke beweging van je hand. Omdat je ademt, je hartslag, krijg je zo'n beetje zo'n bibberige lijn in plaats van een hele strakke door de computer gemaakte lijn. Dus eigenlijk zien we hier in de tekening gewoon een beetje de hartslag van Dick Bruna. Ja, eigenlijk wel. Nou, niet meer, anders verknal ik hem. Klopt dat? Ja. Dit wordt echt zo goed. Oh, nee, de mijne is echt goed. Ik heb met mijn liniaal de perfecte kubus getekend. Maar ik heb met mijn passer echt een perfecte cirkel getekend. Mijn kubus is perfecter. Nee, mijn cirkel is echt 10 keer perfecter dan jouw kubus. Ah! Een heks! Nee, ik ben een fee. Maar ik heb mijn leeftijd niet meer mee. Oh. Vindt u mijn kubus ook zo perfect? Perfect? Saai. Wat een nietszeggend gekrabbel. Nietszeggend? Ja, een lijntje langs een latje trekken kunnen we allemaal wel. Waar zijn jullie zelf? Waar is jullie hartslag? Hartslag? Kennen jullie Dick Bruna? Van Nijntje. En Betje Big? Precies. Kijk eens. Wat zie je? Nijntje. Kijk nog eens beter. En wat zie je? Lijnen. En zijn die lijnen recht? Nou, nee. Ze zijn... bibberig. Precies. En in die bibber zit het leven. Het leven? In die bibber zit de tekenaar. Dit had door iedereen getekend kunnen zijn. Iedereen? Kijk, dit klopt wel, maar het klopt niet, hè? En dit klopt niet, maar het klopt wel. Wajo. Dus? Weg met mijn liniaal. Weg met mijn passer. Mijn lijnen zijn nu echt vet bibberig. Ja, nee, want in mijn lijnen zit echt 10 keer meer leven. Nou ja. Dan ram ik die prestatiedrang er de volgende keer wel uit en het plezier erin. Ik kan ook niet alles tegelijk. Hé, meiden, hoe kom ik hier weer weg trouwens? Door de gang daar is de deur. Ja, maar je bent toch een heks? Ik bedoel, vee, je kunt toch gewoon... Ja. Ik kan wel verschijnen, maar niet meer verdwijnen. Dat klopt aan mij dan weer niet, oké? Nou, meiden, aju. Doeg! Weet je, perfect, dat is voor iedereen hetzelfde. Ja, maar hoe je bibbert, dat is persoonlijk. Iris Deppe is illustrator, dat betekent tekenaar. En zij woont ook hier in Utrecht. Het eerste boek dat ze illustreerde, We hebben er een geitje bij, won de prijs voor prentenboek van het jaar. En daarna maakte ze nog 11 andere kinderboeken. Dick Bruna is echt jouw grote voorbeeld, hè? Ja, Dick Bruna is echt mijn held. Ik weet ook vroeger dat als ik in het centrum was, dan zag ik hem ook wel eens fietsen. En hij was echt wel een opvallende verschijning. Hij had altijd zo'n beetje bruine lange jas aan en dan zo'n hele grote, dikke, vrolijke snor. En als ik hem dan zag, dan nou ja, was mijn dag gewoon goed. Wat zijn overeenkomsten tussen jou en Dick Bruna? Even kijken, dit is bijvoorbeeld mijn boek. En dit is het boek van Dick Bruna. Ik ben wel een beetje geïnspireerd geraakt door Dick Bruna qua kleurgebruik. Hij gebruikt namelijk heel erg veel basiskleuren. Dat vind ik ook wel heel fijn om te gebruiken. En ook kun je zien dat ik heel veel dieren teken, net zoals hij. Ja. Ik zal even laten zien. Zo'n konijntje en een klein muisje. Oh, fluffy. En wat zo knap is aan Dick Bruna is dat hij bijvoorbeeld heel erg goed is in de kern van een dier te pakken, zeg maar. En dat vind ik hier ook een mooi voorbeeldje van. Ah ja. In principe is het gewoon een grijze vorm met wat zwarte omlijning. Een stipje als oog en een C als oortje. Bam, je ziet het meteen. Ja, toch? Een nijlpaard. Ja. Heel grappig. Kat Nozem aan het tekenen. En dan begin ik dus ook, net zoals Dick Bruna, eerst met een vorm. En als hij op zijn rug ligt, dan lijkt hij af en toe een beetje op een croissantje. Ja. Dus ik heb nu ook in eerste instantie een croissantvorm. Nou, wat grappig. En dan voeg ik dus steeds meer details toe. Nou, ik vind hem hartstikke leuk. Wat vind je er zelf van? Ik vind hem ook wel heel erg geslaagd. Ik vind hem lekker oenig, precies zoals Nozem ook is. Dus ik denk dat ik zijn kern wel goed heb weten te pakken in deze tekening. Oh. En wat vindt meneer ervan? Zoals Dick Bruna werd geïnspireerd door Franse schilders als Matisse, zo wordt Iris weer geïnspireerd door Dick Bruna. En ze is niet de enige, want voor veel kunstenaars is hij een voorbeeld. En hoewel Dick Bruna er zelf niet meer is en de fiets waarmee hij altijd door de stad reed hier in het museum staat, zijn tekeningen, zijn verhalen en zijn gedachtegoed, die zijn allemaal nog springlevend. Wij lezen elke avond een verhaaltje van Dick Bruna aan Bram voor. Voor kinderen zijn rijm en herhaling heel belangrijk. En daarom zijn de boekjes van Nijntje zo geschikt. Die voorspelbaarheid vindt Bram echt heerlijk. Door het rijm en het ritme weet Bram precies wat er komen gaat. En dat zorgt voor een heel interactief moment. Opa Pluis en oma Pluis, die hielden veel van Nijn. Nijn kwam dikwijls op bezoek. Dat vonden ze heel... klein. Nee, fijn. Dat vonden ze heel fijn, hè? Opa kon goed timmeren. Dat deed hij erg graag. Hij had een beitel en een tang, twee hamers en een... vraag. Nee, zaag. Twee hamers en een zaag. Het gaat om gereedschap, hè? Soms denkt u dat net iets te ver door. Op een dag zei opa Pluis... Ik heb wat voor je, Nijn. Ik heb voor jou een step gemaakt. Hoi, hoi, riep Nijn. Wat? Klein. Nee, wat fijn. Nijn vindt het fijn, net als op de eerste bladzijde, hè? Maar na een tijd dacht Nijntje Pluis... Zeg, weet je wat ik doe? Ik zet mijn step eens even weg. Ik ga naar oma. Koe. Nee, oma is toch geen koe? Het zijn konijnen. Toe! Toen dronken zij een kopje thee en opa Pluis deed mee. Er waren boterkoekjes bij... En Nijntje mocht er... Twee! Nijntje mocht 2 koekjes, zo moeilijk is dat toch niet? Wat een interactief moment. Lala, weet jij wat Nijntje heeft? Altijd een goed idee. Heb jij ook zin om te tekenen? Dan is de wedstrijd van deze maand echt iets voor jou. Vertel een verhaal in 1 tekening. Illustrator Joran Joshua legt je precies uit hoe dat moet. Check de site van het Klokhuis voor heel veel tips en zet hem op.